luister naar Radio De Doorns, die stasie vir die drywe nasie op 103,507 FM stereo. En hier is ons nuutste treffer van Oase Afrikaan, getiteld Made in De Doorns. Good evening, sabona to all of you. Salam alaikum for Titi and all the punkies too. I am so glad to have you here tonight, looking stunning opgedress with your hair ge-GHD and your faders looking fresh. Here we go, welcome to the show. And if you didn't know, I was made in the world. Like the grapes of farmers grow. I got a liquor juicy story to share with you tonight. From the dwarves to the Cape Flats to the New York City lights. So while I'm standing on the stage, I'll try my best to cheer you up. And if the person next to you don't love me, give her a moose a clap. Here we go, we are come to the show. And if you didn't know, I was made in the dwarves, like the grapes of farmers grow. It's good to know that people are prepared to spend their money on someone who you barely know, but you're just, I know how funny. So I send the love right back to you that you've been showing me. But that's only if you paid and not the complimentary. So what if you must sit and off we go. It's time to start the show. Clap for me in the words. What if we got so one man show? Clap your hand up for me in the words. What if we got so one man show? U luister na Radio De Doorns en dit was Oase Afrikaan met sy nuutste treffer. Ek is Willie Esthuyser en ek wil die nuus vir julle lees vandag. Die plaaswerkersstaking vind nog steeds plaas in De Doorns. Plaasboere het sake aangemeld teen plaaswerkers wie hulle drywe wingerde aan die brand gesteek het. Baas Piet de Tooi het gesê aan De Doorns nuus. Hoorie en luister vir my mooi. Hierdie hotnot, althans hy boesman, hy het soos een boesman wat my wingerde aan die brand gesteek het, hulle gaat betaal. Hulle gaat betaal en wie wat krap my om nie. Dit is nie mansmense wat die daad gepleeg het nie. Dit is vrouwmense wat die wingerde aan die brand gesteek het, Willie. Ek raak soms naar as ek dink aan. My mag raas ons naar, as ek dink aan. Al wat ek kan sê aan die vrouwmense wat hy gedoen het, Sisa. Baie dankie. Maar on the lighter side of life, die Kaapse Malaye Kore was gevra gewees om deel te wees van die Ubuntu fees in Amerika. Op die huidige oomblik in die Kaap hou hulle audisies en van De Doorns nuus af wil ek net sê, voorspoed manne, ek hoop julle kry die rol. En oor, en ja, ek is Willie Esthuyser met De Doorns nuus oor na die SMS lyne. Goeiedag. Sina.
Goeiemôre, lieflike dames en heren. Goeiemôre. Eerstens wil ek sê, meneer, dat ek is verskrikkelijk opgewonde om hier te wees vandag. Maar achter dezelfde tijd, baie senuweeagtig ook, meneer. En ek wil onverskoning vraag vir die lieflike dames en heren wat in die eerste reien sit. Want toe ek nou daarin gestap kom met daar die deur, was ek so senuweeagtig. Ek het een paar gevaarlike fijn poepies afgegewe. So hou maar jylle neesies toe, hou maar jylle neesies toe. Meneer, my naam is Marius van Rooyen en ek is oorspronkelijk van de Dorens. Die klein plaas dorpie wat wel bekend staan as die kapitaal van Zuid-Afrikaanse drywe. Of althans die kapitaal van Zuid-Afrikaanse papsak. Of soos ons noem in de Dorens, mevrou, die ons noem ons liever papsak, die ons noem ons voetsak. En wat ons noem ons voetsak, papsak in ons voete. So jylle hier in die Kaap drink ons voete. Dis hoe kom het hulle voor gesê van my voete. Hulle wil nie worry, mevrou, hulle wil nie worry. Meneer, dis die eerste keer in my hele se lewe wat ek deel is van 'n competitie van sulke, altyd so'n auditie van so'n hoë gehalte, meneer. En ek wil net sê, meneer, dat dit is groot vir my, dat ek self, ek het al 2 weke gelede begin voorbereidings maak vir hierdie oomblik, meneer. Ek het my oom Tiekiet opgevraag vir my lifter hier Kaap toe, wanneer hy die drywe kom aflaai hier by die vrugtemark in Eppingen, meneer. En net gister aan, mevrou, toe loop maak ek verseker dat my oom Tiekiet op nog steeds om my lift gaat gee, maar toe ek daar aankom was my oom Tiekiet op al gesypel. Hy het alleen een papsak uitgedruk. Hy kyk my toe aan en hy sê vir my, worry Marius, worry. Hy nog hier, hoor nie, Marius, hoor nie. As jy nie morgenoggend 4 uur stiptelik voor my deur staan nie, man, donder ek hier die Kaap toe sonder jou, hoor jy? Punctualiteit is van uiters belang, hoor jy? Hoor jy? Jy gaan maar na voetsak. Meneer, ek het gedacht dat my oom Tiekiet was miskien bezig om die gek te skeer met my. Maar toe ek vanoggend 3:55 my oor oopmaak en ek loer uit by die kombuisvenster om verseker te maak dat my oom Tiekiet op sy lorie nog voor sy deur staan, was my oom Tiekiet op sy lorie nie meer daar nie. Hy vraag die wel aan hier die Kaap toe gereis sonder my, mevrou. Ek is toe so doelbewus, ek hardloop toe in die kamer. Ek soen my beeldskone Francina Willemse een sop nat soen voor haar voorkop. Dat die koil nog hier by haar gezig afloop. Stor om toe uit by die voordeur, spring oor ons hekkie, hardloop deur die blokke. En in die verte kon ek sien, my Annette is bezig om 4 warme, vaars gebakte bakbrood neer te sit op die vensterbank. Ek sê toe vir myself, Marius, die pad is lang Kaap toe. En ek sê, ek sien toe, en ek gaan honger raak. Verstaan julle dames, en ek gaan ons honger raak. En soos ek voorbij my Annette se vensterbank spoed, gryp ek 4 warme bakbrood. En ek hardloop en achter my hoor ek net, Marius, jou toner, waar jy nou klop jy met my bakbrood? Dames en heren, ek kon nie omdraai om te verduidelik nie. Ek was te doelbewus. Ek kom toe uiteindelik by die uitgang van die plaas. Ek sta toe af van die stoofpan. Met hoop in my hart dat ek miskien my oom Tiekiet op sy lorie sal waar. Maar al wat voor my lee, was die Dorense stoofpan. En die Dorense wingerde. Ek pak toe af van die pad, 100 meter per uur. 100 meter per uur. Dis hoe vinnig ek hardloop, net so. En terwyl ek hardloop, men duid men ek bakbrood in my hand in my vrou. Terwyl ek hardloop, bid ek vir die man van bo en ek sê vir die man van bo, ek wil net my oom Tiekiet opkry, laat ek het maak tot in die Kaap. Ek beloof ek sal my Annette se bakbrood weer terugbring. Ek het dit net geleen, ek het dit nie gesteel nie. Dis toe wat ek my oom Tiekiet op sy lorie sien. Ek kom toe hy vir my sê, toe sê vir my, Marius, waarom leek jy so helaas vir my? Ek het nou hier gestop by die petrolstasie, om petrol in te gooi, ek sal vir jou nou net kom haal het. Ek het hier nog een bier aangegaan en om hier klim toe net in die lorie en ons pad toe Kaap toe. My oom Tiekiet op sê vir my heel pad,
vanaf de doorns, deur die tunnel, voorbij Woester, voorbij al die plekjes wat ons deur die pad zien zijn van mijn Marius. Hoor je, hoor je. Ik ga van jou afgooien bij Wenga Drive. Marius, als jij me niet gaat herinneren, ik zeg voor jou, jij gaat voor jou afgooien bij Wenga Drive. Zeg het, Marius, zeg het. Wenga Drive, hoor je. Dames en heren, maar door ons bij Wenga Drive, uiteindelijk bij Wenga Drive aankom. Doe eens Wenga Drive niet meer daar niet. Mijn optiek is op ons toe zo die donder en hij zei dus zo maar, wie heen Marius? Hier die tipverslaafde jong mensen van die kaap, nee. Hulle is daarom voor jouw bezigheid. Hier zitten hulle die mensen zo koepen kranen gestuurd. Toen stelen hulle die mensen zijn bezems en die mensen zijn dromen. Nou stelen hulle glad jullie straten donder. Dames en heren, meneer. Dus maar toe wat onze Dixie-geikie vraagt, waar is Wenga Drive? Wat hij voor ons zegt. Os, hallo, driver. Wat zoek je nou Wenga Drive? Zoek je nou Wenga Drive? Drive, kijk hier, die onze correcties die zijn. Jullie van die plaats. Jullie zijn van die kerk. Hoe praat die jongen? French praten. Nee, praten, nee, ik moet naar die kwaad raken, ik moet die kwaad raken. Ik drink maar net jouw bier, man. Kijk, jullie is klaar, Wenga Drive. Die pad zijn naam met gezins van Wenga Drive naar Kujavel Drive toe. Op zijn schermel drijven, klinkt die sjelle, klinkt die sjelle. Ze sjelle de, nee, een schijf drijven, kom aan, die goed. Die korrel is maar benoven, Jesus. Maar je optiek is toch blij mee toch af, net daar. En ik heb toch afgestapt hier naar die theater toe, meneer. Mevrouw, als je daar gelag is. Zekerlijk is ik niet een grap, niet. Lieflijke meneer, al wat ik voor je wil zeggen is, ik heb toch afgestapt hier toe. Ik heb gelezen van hier die auditie en die zondag zo'n meneer. Behalve allemaal die vreselijke en schandelijke anestories wat daar in die zonen is, meneer. Want ik zeg, dat is één goede ding wat daarin geweest is. En dat heeft daar gezegd dat meneer zijn span was gekies geweest om deel te winnen in die Ubuntu-feest in Amerika. In Amerika, meneer. Sjoe, meneer, dat zou goed wees voor de doorens als ik moet Amerika toe gaan. Ons mensen komen nooit uit de doorens uit nie. Dat is mensen daar in de doorens wat niet is beter toen ik je zie niet, meneer. Wat vandaag doen jullie zwemmen in de dam? Nee, nee, niet zwemmen in de dam, niet in de rechterdam. Ja, meneer, en het zou goed zijn voor ons, behalve dat, meneer, ik doe dat niet voor mezelf. Ik doe dat ook voor mijn geliefkoosde Peelskoen. Die Peelskoense Thierry en die hele de doorens, mijn vrouw, Francina Willemsen van Rooyen. Meneer, ons blijft daarop, dames en heren. Wie jullie niet, ons woont op die boerense plaatsen, mevrouw. Voor allemaal hier die jaren woont ons daar en ons voorvaders woont daar, maar hulle verbreken ons niet om te werken, die vingerde. Die eisen wat ons in woont, nie, mevrouw, dat wordt nooit ons eisen niet. Onze slaven daar op die plaats, mevrouw. Dat is al jaren terug beginnen, want mijn voorvader gewerkt en gewerkt en die vingerde aan de bevrijder gaan staan in die lijn, dat je helemaal niet kan wijn, dat is al. Verslaafd ons met die drank in of nou nemen ons, blijf blikken net zo weg. Nou ga je dat toch gooien, oh net zo bij zijn boekjes uit zijn eisen. Dat is een grap niet. Zekerlijk als jullie jullie eisen verloren, dat is niet een grap niet. En ik weet die mensen even, dat is toch het zes vanavond wat kan gebeuren, want dat weet wat ik van praat. Ik weet het, dat is 50 jaar vandaag, ik weet het. Zo meneer, ik doe hier die auditie voor haar. Om voor onze toekomst te geven. Een beter toekomst en ook voor mijn kinders, meneer. Zoals die meneer me zou toelaat, zal ik lijken om de auditie. Mag ik maar voorgaan? Dank je, meneer. Tennisballes. Cricketballes. Snoekerballes. Dat is je wil. Tennisballes. Cricketballes. Hoe zit het, meneer? Meneer, meneer, een reliekje hoor, hoe komt die meneer? Wie zei meneer? Wasi Pikan. Hij zingt al een reliekje voor 5 jaar bij Amelie Shows al hier in die kaap. Nee, Wasi, ik ben op skaap.
Nee, ik lach maar niet zomaar. Ik lach maar zomaar voor jou. Ik lach neem niet kwaad aan, dat kwaad aan spelen samen. Zoals meneer in dat liedje woont, is dat ik graag gelijk om een liedje te doen wat ik zie afgeschreven. Dat is van mijn voorvaders en hoe hun beroofd was van het land, hun geld en ook van hun vrouw mensen. Zo luister mooi. Gangsters rule your fate like terrifying rats. Their life, it has no value. Lives lost over a phone. Children have been stabbed to death for just a curly comb. My eyes have witnessed evil. I saw an old man get ambushed. 5 gangsters, they attacked him, kicked him, pulled him, and they pushed. They forced him to the ground. They grabbed his whole month's pay. Yet although they had his money, they still stabbed him just for play. A guy went to the bank one night, hy trek geld om lig te koop. As he leaves the ATM, came 2 gangsters aangeloop. They saw him open fire, he was murdered on the spot. They robbed the family of a father for 10 rand on the dot. Julle dink dis 'n joke nou.
I pray each day for an end to come to the gang-infected flats. When people will raise more than voices to these little spoiled brats. So, the time for change is now, before our children lose all hope. Thank you.
my life. You know, because anybody can do it. What do you mean you don't want to hear me or this and you? What do you mean, you? You don't wish me that, you! I can be a druggie, but I can still have a dream, my bro. Of Tony, you must understand you. You think I'm a druggie, I don't understand you. Must have signed for the making the dollar, there's no more with being up. Listen, my brother, listen, my bro. I can be a druggie, but I can still have a dream. I can be a druggie, but I can still have a dream. I can be a druggie, but I can still have a dream. I can still have a dream. I can still have a dream. I can be a druggie, but I can still have a dream. I can still have a dream. Get that word.
nie. Maar is die Engelse neef Ronald van die Kaap het vir ons gegeef vir ons op ons troudag as 'n present. Het jy weer gesien? Hy gee weer splatter as jy op 'n vrye. Nee, maar dis hoor ek. Kan jy sien my foon lê? Kan jy sien my foon lê? Wie nog iets wat jy niks van weet nie. Jy mense, jy weet mos net van drywe. Jy ken mos net drywe nou dis 'n appel. Hoor jy? Ik heb die prachtig op die foto niet.
die uit ready. Driver ready. En Marius, geloof het in jezelf en ik kan het doen. Ik kan het doen, mijn ookie. Ik weet je kan. Luister voor mij niet. Ik weet jij zinne wie achter. En onverzeker of jij het kan doen. Maar blijf getrouw aan je dromen. Jij is mijn hart, jij is mijn kampioen. Jouw hart is mijn diamant, jij hou ons liefde aan die brand. Maar het is tijd voor jou om te schitter in te skijn. Spreid jouw vlek is zoals een engel in zwerfboe en die man. Maar je zit staan achter jou terwijl je al ons noemen. Spreid jouw vlek is zoals een engel in zwerfboe en die man. Met Chef, what? Hoss! Ik zei, hoss, ja. Loodzetting. Auwe, ik zei, jaren, kijk je eerst, kom ik betaal, moest jaarlijk tiks. Zodat ik ook moest daarom in een warme bad kan relax. Ik schrik wakker elke ochtend, dan is die luchten afgesneden. Zij volgens mij om iets te blijven weer toe te verbinden. Now I know of a lighty whose whole futilizer hits. Sometimes he brings his girlfriend home to his double bunk beds. They kiss and then they escom in the darkness them you leaves. I'm sure you know what happened in the time there was no TVs. This was wise. Now my neighbor has a daughter. My hair's far from straight. Recently you ruined the first real date. She was busy doing her hair, still had the GHD and nuggies. When suddenly the house was dark, Eskom, you cut the luggies. Now we all are sick and sad of this load shedding gedachte. So we marching to the president and we laying our klachten. And if he refuses to listen to us when we scream in South Amantla, then we'll go book GHD and go back in Inkantla. Blink out. Ik zeg wai, ik zeg wai, ik zeg strijk kap, hoss. Ik zeg wai, strijk kap. Ik zeg hoss, mis dampies, als die mis dampies. Nee, ik mis dampies, ik weet als mis dampies, man. Ik ken mos om mis dampies, hij net aan mis dampies als slippers. Slip. Nee, ik loop in die taxi, mama, nie so stress met my nie, maar stoot my so mama, man. Nee, ik loop in die taxi, maar as het lekker, mama, mis dampies, weet dan ek, ek maak maar net grappies. Mis dampies kan mos vertrouwen het in my, mis dampies is een regular. You know, en ek am a large regular, but a regular lads, you know, a customer is done fishing, man, jokes, man. Relax, ik zeg, strijk op. Die taxi kap aan. Brother, gaat hij samen? Gaat hij, hoss, ik zeg, brother, gaat hij samen? Die taxi maar rijden, jong, kom, jong. Hey, mama, mornings, mama, je kunt niet in de taxi. Nou, get in, hey. Hey, mornings, mama. Wat is jouw naam? Wat is dat? Your name there on your bed. Your name. On your bits. Your name on your bits. Dat is een klein naam. Ik heb daar gehoord van patience en honesty, but memory. I...
Nou is hy nog gebou soos 'n memory stick. Nou, ek wil niks veel en ook just joking. Ek sê, ek sê, brothers, nou, my fluit raak op, man. Ek skree fluit al die hele dag. Nou, ek sorry, mommy girl, sorry. Ek sê, brother, wat is saam? Is nog plek in die tek? Wat moet so ons, broer? Oh broer, dat kan ons sien die tekst, is die vol, is nog plek van een. Brother, kom my broer, maar gauw my broer, man. Hardloop, you gonna go, what with the taxi, ja. Kom my brother, kom. Ja, ja, ons. What do you mean the taxi is full, my broer? Ke voel aan een nieuw seat, brother, voel aan een nieuw seat. Ons voel aan een nieuw seat, en dit jou hand net zo af. Kien aan. I got the laptop for you, man. Salut klim in die taxi, draai waar ons kan ry. Ek sê, straight cup. Ek sê, wow, draai waar ons vas, hou vas. Ons, Ombarius, as ek sê, my bro, kwekie, my bro. Ek moet sê, draai waar sê, nou, die dag wat ek moet gepraat het, nou. Want hoe gaat sy dan met die lo, hier die hele plaas is achter op die lorie, my bro. Sy kan ons in die mense loos en gegeer het van hulle bene. Want hoe gaat sy, Ombarius, as ek man gaan lach, is in die point, hy denk wat ek ook aan man deel aan het vir hy nou had dat. Oh, sy recognize my nou. Nou, sê kwek, as ja, ek is a working man, nou, ek is a working man. Want hoe gaat sy, my bro? Hy wil vast, meneer, jy hulle moet ek ook kwaad, is my bro, die ding man, hou aan, ek wil vast drijven. Kijk, bro, toe. Amerika, au, die boesman, hy gaat ook voor het doen in die leven, joh. Jy, ek sê kap nie die reg af as die airport soek, jylle bly ook verdwaal, jylle gaat die reg af hier met die eind toe. As hulle bootsie vir jou sê, airport. In Afrikaans, Light Harbor. Tjy gaan na dier. Salut, wat aan wie sê, sê, tjy, my broer, goed lak vir jou aan Amerika, my broer, hou. Drijf een kap aan, ek sê, mis dat, mis relax, man. A straight cup, girl, a straight, oh, you getting out, now get out. Take us, mama Marius, a little voice over the airport, where's the airport, Marius? She's also, my bro was, Marius! She's at the airport too, so the way's the airport, memory stick, go. You can go. Drive us, cup, and I said, but how fast, drive us? Hey, man, I can't even fly to me. Yay! You gonna go with girlfriend? Are you going with a taxi? You guy, wat weet sy, ek lyk soos 'n kakat. Dis is my uniform. Ek is nou kort uit die troom uitgekom, girlfriend. Vrou, ek weet, ek is a hardworking gangster. I work for my money. Ek is hier sien meer gangster nie. Kan sy, hoe, ek kan nie sien meer fluitie. A staf. Sien sy, wat weet, ek werk dag en nacht, mami. Dag en nacht, wat die kind van my so in sal. Wat sy van my so in sal, ek werk hard, man. From 5 to 7, from 5 to 6 every day. 5 o'clock the morning to 6 o'clock the night, I'm a taxi guy. En from 7 o'clock to 12 o'clock, I'm a car guy. But they only give me this uniform for boat jobs. But if you want to, I can be your bodyguard. Ha, and you're some worse as a smelling like feet. Puss, you're some worse as a racist foot. When you meow, so remember the taste of acne. Puss. O Briani, o chicken curry. Cause darling, I will be loving you. Satu mau kita skruida bah.
is about to depart. If you are not here right now, we are going to leave you. We will be flying well, what shall without you. Deeply right now. Enjoy your flight. Hey! Oh, I'm having a bad day. It's a bad day. Hey! Last night was a bad day. Hey, Usona, State of the Nation, bad day. Ooh, yes, not right. And then this morning, this guy, he tells me memory. He asked me why is my name memory in the taxi. Ask me, why is my name memory? So I think I'm not going to tell him, you know? But let me tell you why. You see, when my mother, she gave birth to me, she could not remember if I was a good memory or a bad memory. So she just called me memory, just one memory. The taxi guy made me so angry. Menier? Who are you? Are you here for the flight to America, to Joburg, Meneer? To Joburg, America? We first go to Joburg, Meneer. Meneer, where are you going with all these bags? Meneer, then Jay, this is a bus. This is a bus. Give your ID, please. Your ID and your ticket, please. Your ID. From where are you? From where are you? Are you from overseas? Dead dwellings! Meneer, jy is net van hier om die draai, meneer. Jy maak soos jy my nie verstaan nie, meneer. Ek praat Engels. Dis Engels, hoor jy? Hoor jy, meneer? It is English. It's English. What is this? Okay, you are going? No, meneer. You can't put it on here. You must go to the bubble wrap. Take your bag to the bubble wrap. They will wrap it in a bubble and you come back. Go there. Go there. Meneer, I said, please, meneer. I'm not having a good day. Please, I said, please. Hand up the bubble wrap. Security. There is a bushman at my bottom. Go to the security. We'll take you to the bubble wrap. Please. Next, please. Assalam. Oh, you are so beautiful. In your cultural way, you have a very nice face, even though I can't see your face. I know, it's hijab. I know all the Muslims, my friend, I have a Muslim friend, her name is Mariam, but she's fat. Her name is Mariam, but she's fat. I don't know why they call her Mariam. They call her Fatima. She tell me the name is Ijab. So I think to myself, nice name. And then I look at the airport now. The Muslim people, they don't fly. They only fly one time of the year. When it is the Gaj period, they fly. That is the only time they get on the aeroplane. Otherwise, Muslim people, they don't fly. You are also here because it's the Gaj period. I know. But you're Ijab. And when they come here, you see Yerejab, Derejab, Yerejab. Everywhere. I was just talking to a plaster just now. Your ID, please. You need to lift. Your face in your ID is not looking like your face now. You must lift. Oh, you are so masala. You get close, it's the same face. Yes, wasalaikum salam. You can go. Bashar. Meneer, is jy terug? Meneer, asseblief, ek het nie krag nie, meneer. Mevrou, waarvoor? Meneer, wat maak die mense allemaal saam, meneer, hier by die airport? Allemaal die mense in hulle skaalvoet hier op die airport, nee, is nie reg nie. Nee, en mevrou, nee, dit baat mevrou, gaat zo aan die nee.
kom skel hier nie. Moet nie kom skel, die airport is nie my airport nie. Ek follow net die rules. En as jy my gaan kwaad raak, sê ek nog dat die... Jy is een bushman lady hier. Please come remove. Bring stain remover, clothes. Kom, go there by the security, meneer. Well, no. Sir, you are not going straight, right? You are not jiggy straight. You go to America like this. You get on the plane here in Cape Town. You fly from Cape Town, you fly to Joburg. And you have to go fetch your bag in Joburg. But I don't know where you are going with all the ShopRite bags over here. Jy kan nie met 'n ShopRite sak in Amerika toe gaan nie. Alles dit gebanger. Nee, meneer, wat is aan met jou? Please just go, yeah? Take it and go, just go. And you all just go with him. Nee, jylle kan om die, jylle kan om die aeroplane, jylle kan jylle ook Amerika toe met die vaal binnen. Hey, Barack Obama is going to deport that Bushman. Amerika. 2 dagen per keer Amerika en ik ben nog nooit gekomen.
Africa called the Druids. He goes by the name of Marius Van Ryan. And I want you all to give him a nice big New York welcome as he makes his way on stage. Representing you, Marius Van Ryan, singing a movie song entitled Francena Does the Kung Fu Dance. Fana. Familie, anak-anak, 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 anak
said that you don't say no. Taxi not as a boat. Oh, let you go. Kijk as you ride. Now scream on it. Ah! Tot vanalla. Francina. Wie in de Fransina? Ik heb ook een zoekje moog. Maar wie wat niet? Terwijl ik daar in Amerika geweest zit, weet ik bijna dat ik aan jou mijn liefde. Rera! Rera! Als je gaat danken aan mij, heb ik mij lief aan mij. Ik is lief voor jou, Fransina. Rera! Fransina, maar wat ik aan jou wil zien is, wat hier vandaan, nadat ik daar in Amerika geweest heb, heb ik beide dingen gezien. Ik heb meer dan net de doorns gezien. Ik heb gezien wat die leven kan opgeven en wat de mens kan bekomen in die leven. En ik zou graag alles in mijn vermoeden doen om onze toekomst goed te maken voor ons. Heel erg, Marius. Voor mij is het, weet je niet, altijd op de straat met je ook, Marius. En ik kan je in een kussie, het maakt je zaakje. Zo lang dat ik in jij is en ik zie. Lief voor jou, Marius. Ja, maar Francina, wie je niet? Eén dag, terwijl ons daar was, toen zei een van die leiders van die span, dat is moslims, moslims die Maleier koren. Hij zei, dat gaat maar ziek toe, in Brooklyn. Brooklyn, was dat s'nachts een aardige plek? Ja, in Brooklyn. En toen gaan ons, en ons gaat met die trein. Hulle noem het een subway bezigheid. En ons is daar onder die trein. En ons rijden in die trein. En dat doe, soos ek in die venster, ek sien ek dat door in die verte. Sien ek die statue van Liberty. Daar het een vrouw. Begrijp maar een vrouw. Ja, we gaan zien dat die statue van Liberty wat zo staan. Ik zie voor haar daar. En ik kijk voor haar. En die volgende dag, toen had ik mijn vrienden naar en we gaan naar die massie bezigheid toe. Toen had ik mijn vrienden naar die stad, tot bij die stad van Liberty. Ik sta aan voor haar. Ze is daar niet zo pijnlijk. En ik kijk voor haar aan en ik denk, mensen dwars voor die wereld komen hier naar Amerika toe, om hier die vrouw te komen kijken. Betaal een miljoen randen voor Francina, om hier die vrouw te komen kijken. En hier staat ik nog een boesman van de doorgaan. Plak voor hier die vrouw. Jij wil een toilet met aan. Jij wil een toilet met aan. Je praat niet zo van de beroemding. En nee, ik ga niet om of ze maar een club gaan maken, zie. Ga je niet om, niet maar eens. Praat ze naar vandaag. En luister, doe niet mooi voor mij. Toen ik haar sta en ik overhaast voor het op, nee. Daar heb ik mijn gedachte. Hier, vrouw, is prachtig. En zij is beroemd en allemaal willen zien. Maar zij is niet meer prachtig als mijn standbeeld van de deur. Om iets te maken van ons leven. Maar het maakt niet zak wat ons voorkomt in die leven, en waar ons gaat in die leven, en hoe ons mag vliegen, en hoe groot ons huis mag wees, nee. Ons gaat nooit vergeten van hier die blik, niet, Francina. Van de doorings, niet.
Want ek van Sina, jy en ons baba was gemaakt